Ik ben reservaatopzichter in dienst van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels in de Dordtse Biesbos. En ik wil u graag iets vertellen over de werkzaamheden die ik onder andere in dat gebied doe. De vereniging, kortweg Vogelbescherming, dat ligt toch wat makkelijker in de volksmond als die hele mond vol, is zowel nationaal als internationaal bezig. Het woord zegt het al, beschermen van vogels. Er zijn een aantal vogelsoorten die met eigenlijk uitsterven bedreigd worden. Een vogelbescherming probeert alles op alles te zetten om die vogelsoorten voor uitsterven te behoeden. Ook houdt vogelbescherming zich bezig met vogeltrek. Vogelsoorten die rond de Middellandse Zee nogal eens gevangen worden en voor consumptiedoeleinden op de markt gebracht worden. Nou, dat kan eigenlijk niet zo doorgaan, die grote getallen. Ook daar zet vogelbescherming zich volledig in. Daarnaast heeft vogelbescherming een aantal terreinen in Nederland waar ze dus het beheer over voert. En dat is zowel voor de vogels als het natuurbeheer. En een van die terreinen, het grootste op dit moment in bezit van de vereniging, is de Dordtse Biesbos. Voor 1421 was de huidige Biesbos één grote polder, de Zuid-Hollandse of Grote Waard. In die tijd, de tijd van de Hoekse en de Kabeljauwse twisten, was er eigenlijk weinig geld beschikbaar om de dijken op hoogte te houden. De toenmalige dijkgraven, de heemraadschappen wilden niet zoveel geld uitgeven en ook de boeren in de polders hadden eigenlijk daar weinig geld voor over. En toen, op de gedenkdag, de geboortedag van Sint Elisabeth, was er een enorme noordwestenstorm, ongeveer dezelfde die we gekend hebben in 1953. De dijk bij de Moerdijk, die brak het eerste door, vooral omdat ze aan de ene kant van de dijk veel moer aan het graven waren. Het veenmoer werd vooral gebruikt voor de zoutwinning, vandaar ook de naam Moerdijk. Die dijk die brak door en ook bij Werkendam brak de dijk door. En in vrij korte tijd stroomde eigenlijk de hele polder onder. In die polder lagen een aantal dorpen en straatnamen kunt u nog herkennen op het land van Valk. Eigenlijk vanaf die tijd één grote binnenzee geworden, slibde het van Lievelee aan. Vanaf de kant van Dordt het Wantij, een tij wat eigenlijk onberekenbaar was qua eb en vloed, vandaar ook de naam Wantij. En zo van Lievelee kwamen er toch weer wat slikplaten, waar de eerste biezen op begonnen te groeien. In die tijd gebruikte men echt veel biezen om mandjes te breien en noem maar op. Vandaar ook eigenlijk die naam Biesbos. In die Dordtse Biesbos ligt het natuurreservaat waar ik reservaatopzichter in ben. In het kader van het Nationaal Park in oprichting de Biesbos vormt dit een van de gebieden die absoluut stiltegebied moet blijven. Een stiltegebied heel beperkt toegankelijk voor recreatievaartuigen en voor mensen die daar toch bepaalde werkzaamheden moeten verrichten. In hetzelfde gebied hebben we een eendenkooi, waarschijnlijk de mooiste van Nederland. Hij dateert ongeveer uit 1850. Een eendenkooi is eigenlijk een grote vangvijver met vier pijpen. En een pijp moet u eigenlijk zien als een grote boog van gespannen beugels die van hout zijn met een net eroverheen. De eenden worden daar kort gezegd in opgejaagd. En aan het einde van de pijp gaan ze inderdaad de pijp uit. Deze eendenkooi willen we graag heel goed in stand houden. Het is namelijk belangrijk omdat bij die eendenkooi een kooirecht heerst. En het kooirecht wat wij hebben is 750 meter. Een cirkel van 750 meter rondom de kooi waar absolute stilte een vereiste is. Dus dat wil ook zeggen dat we daar een hele mooie biotoop hebben. Een mooie ruimte dus om vogels te laten broeden. Het is natuurlijk een enorm werk als je alleen bent daar om die kooi in goede onderhoud, staat van onderhoud te houden. Daar hebben wij een aantal vrijwilligers voor. Die vrijwilligers die werken in groepjes van 2 of 3 mensen in deze tijd van het jaar op de zaterdag. Maar als u belangstelling hebt voor dit werk, dan kunt u zich ten alle tijde bij mij opgeven, want vrijwilligers kunnen we altijd gebruiken. Ook mensen die bijvoorbeeld in de FUT zitten of die 65 plus zijn en die zeggen, goh, ik zou door de week toch een paar uurtjes iets in het natuurgebied willen doen, die zijn van harte welkom. En behalve dat u aan vrijwilligerswerk mee kan doen, kunt u natuurlijk ook lid worden van Vogelbescherming. U ondersteunt daarmee het werk wat Vogelbescherming doet. Voor slechts 35 gulden per jaar en u ontvangt daarvoor 6 maal het blad Vogels, bent u lid en ondersteunt u het werk van Vogelbescherming. Wat tevens recht geeft op excursies in onze reservaten. Dus misschien tot ziens.